VHP-parlementariër Harriet Ramdien pleitte vanmiddag in het hoogste college van staat voor het veel minder maken van fouten door ambtenaren van het Centraal Bureau voor Burgerzaken, CBB. Tenminste, dat is de bedoeling van de behandeling van de ontwerpwet houdende nadere wijziging van het Surinaams burgerlijk wetboek, zoals laatstelijk gewijzigd bij staatsbesluit van 2016. De wet moet het voorkomen van de vele fouten drastisch laten afnemen. Een van de zaken die we onder onze aandacht ook gebracht is, dat ambtenaren erop moeten letten wat ze neerpennen. Wat bedoel ik daarmee? Dat men erop moet letten dat zaken die neergepend worden, dat die verstaanbaar en leesbaar is. Ik geef met een simpel voorbeeld wat ik daarmee bedoel. Bijvoorbeeld bij het schrijven, en we weten dat de meeste zaken nog steeds handmatig gebeuren. We hebben daarover ook in eerste ronde gevraagd en de minister heeft tijdens de beantwoording aangegeven dat men bezig is met digitaliseren. Heel goed, dat juichen wij toe. Maar we weten dat momenteel nog steeds zaken handmatig plaatsvinden. En we willen daarbij dan erop attenteren dat zaken verstaanbaar en leesbaar neergepend worden. En zoals ik zei, ik wil toch even met een voorbeeld aangeven wat ik daarmee bedoel. Bij het schrijven van een B, laat het niet lijken op een K. Want dat zijn kleine fouten, spel- en schrijffouten, die zorgen dat een heleboel actes dan gecorrigeerd moeten worden. Dus... Ramdien stelt dat het cruciaal is dat ambtenaren efficiënt te werk gaan. Met de hedendaagse moderne technologie mag het niet dat er spellingsfouten voorkomen op officiële documenten. BEP-parlementariër Ronnie Assabina vroeg aandacht voor de wijze waarop zaken in het binnenland worden afgehandeld door CBB. Als ik mij niet vergis, naderen we de deadline, voorzitter, binnen welke een burger kosteloos een e-ID-kaart kan maken. 14 maart, als ik mij niet vergis. Maar wat ik aan de orde wil stellen, voorzitter, we zijn blij dat de dienstverlening wordt gedecentraliseerd, maar we hebben klachten gehad vanuit het Boven-Suriname gebied, dat er twee plaatsen zijn waar men zich mag begeven voor een EID-kaart, DBK en Atjoni, voorzitter. En Surinamers helemaal in het Langhoekgebied, voorzitter, moeten helemaal naar DBK. En die foto wordt geschoten en je moet een andere dag gaan om die ID-kaart te halen, voorzitter. En het is meer regel dan uitzondering dat je te horen krijgt dat Ingomeka foto opnieuw, voorzitter. En een boottransport van Lango naar DBK, voorzitter, en een vice versa, voorzitter, is 600 SRD, voorzitter. Assabina stelt dat er bijzondere aandacht moet worden besteed aan de gang van zaken in verschillende gebieden als het aankomt op de wetsontwerpen. Vooral omdat de kosten voor binnenlandbewoners niet mals zijn.